www.deboodschap.today. Nationale dialoog voor hervorming van het onderwijs. De toekomst van het onderwijs in Suriname staat centraal tijdens de dialoog die wordt gehouden door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dit nationaal dialoog over de hervorming van het lager onderwijs en het voortgezet onderwijs op juniorenniveau wordt gehouden van 24 tot 26 april 2019. De hele structuur van ons onderwijs moet veranderen, vindt minister Lilian Ferrier. Kinderen moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Niet elke lesmethode is geschikt voor elk kind en in elke omgeving. De curricula moet aansluiten op de leefwereld van de leerlingen. De minister wil graag dat het onderwijs in Suriname in lijn wordt gebracht met regionale en internationale verplichtingen van de staat. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.